Hallo, ik ben Jared van Fruit Security Holland. Ik wil u laten zien hoe de montage van de frostoven in zijn werk gaat en uitleg geven over de frostoven. Dit heeft u nodig om de frostoven te monteren. Het enige gereedschap wat u nodig heeft is een slagmoersleutel met dop 10 en sleuteltje 10. De frostoven is gemaakt van RVS en heeft een levensduur van 20 jaar. In de frostoven kunt u verschillende brandstoffen doen, zoals turf, gepest hout en snoeiafval van uw eigen bomen. Belangrijk bij de montage van het rooster is dat de vier gaten bovenin zitten. Onderaan heb je meerdere gaten. Hier kun je het rooster in plaatsen. Op deze manier. De tweede stap in de montage is het plaatsen van die ventilatiering. Wanneer de ventilatiering gemonteerd is, is het tijd om het onderste schroefje te monteren. Nadat u het onderste schroefje heeft gemonteerd, kunt u de ventilatiering om de frostoven heen schuiven. En dan is de bedoeling dat hij op deze hoogte komt. Nu alle schroefjes gedeeltelijk vastzitten, kunt u ze met de slagmoersleutel en de andere 10 sleutel verder vastdraaien. En niet te vergeten de onderste. Zoals u ziet, hoeft alleen nog maar de deksel gemonteerd te worden. Plaats hem bovenop. Zet er een haakje. Steek dan in dit gat. Wanneer de wieselfrostoven gemonteerd is, kunt u hem op de volgende manier vullen. Allereerst de aanmaakblokjes. Ten tweede kunt u de aanmaakhoutjes erin gooien, ongeveer 15 cm lang. Daarna kunt u zelf voor de keuze gaan van turf, gepest hout of snoeiafval. U kunt ook heel goed een combinatie maken van het snoeiafval en turf en de houtdop. Als allerlaatste deksel erop. En vastzetten met de clip. Wanneer de oven gevuld is, kunt u hem aansteken aan de onderkant met een gasbrander. Afhankelijk van de brandstof is de brandtijd 6 uur. Wij adviseren 300 ovens per hectare. Filmpjes zien over hoe de oven wordt gebruikt in de boomgaard. Ready. Okay. When you fill in the chips, you have to pack in a plastic, the chips. But the better way is to take pieces of wood, of softwood, three pieces with 15 centimeter push. It's a better way. Bedankt voor het kijken. Wanneer u meer uitleg wil over de oven of de brandstoffen, kunt u contact met ons opnemen of met een van onze vertegenwoordigers.